Ik denk dat je als je in een Vlaamse film- en televisie-industrie iets wil doen, dat je, dat je er gewoon moet voor gaan. Ja. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja. Ik bedoel, heb je geen steun, oké, dat wil niet, ja, je kunt dan blijven zitten aan uw zwembad. Maar dan gebeurt er niks. Of je kunt zeggen, van, nee, we gaan ervoor en we zoeken een aantal mensen bij elkaar die er een passieproject van maken en die, die het waarmaken. Ja, ja. En is dat goed of niet, dat zullen we dan wel zien. Daar worden we door beoordeeld door het publiek uiteraard, maar we proberen het gewoon. Vooral ook omdat het een hele toffe oefening is, of een experiment als je het wilt noemen, om met een zeer laag budget, om niet te zeggen no budget, in Engelse termen dan, om met een no budget toch een featurefilm te draaien. Ik wil bewijzen ook daarmee als producent dat het wel degelijk kan en dat je toch een kwaliteitsvolle film kunt afleveren die er staat en waar een tof verhaal wordt verteld. Alleen ja, de elementen moeten een beetje bij elkaar passen en dat hebben we wel moeten achterzoeken. Dus we hebben het voordeel dat het een relatief rechtlijnig verhaal is. Dat je een jonge cast en een jonge crew kunt koppelen daaraan. En dat je dus met een beperkt aantal productiedagen eigenlijk een film kunt opbouwen. Het is heel simpel. Hoe meer productiedagen of hoe meer draaidagen, hoe duurder je film. It's as simple as that. Je moet daar geen economie voor gestudeerd hebben om dat te doen. Alleen, in ons geval past eigenlijk alles mooi bij elkaar. Mooi in elkaar. Het resultaat zullen we te zien krijgen. Het is voor iedereen een mooi avontuur. En uiteindelijk, als iedereen meegaat in die flow, is dat heel fijn. Je ziet ook, het is een vrij ongedwongen sfeer op de set. Ook al draaien we toch een feature film. Ja. Je noemde ze in je bericht dat je verstuurde de A-listers van morgen. Het klinkt natuurlijk mooi, maar is het ook gemeend ergens? Of? Eigenlijk wel, want ik ben van sommigen serieus verschoten. Ik denk de jongste van de bende is 19 of zo. Nog niet zoveel ervaring, maar als je die in een scène zet en ze spelen dat eigenlijk zo goed als perfect, dan denken ze van oké, wauw, knap. Dus voor hetzelfde geld hebben we hier inderdaad de Koen de Graves en de Lien van de Kelders en ik weet niet wie nog allemaal van de actrices, of de nieuwe Veerle Batens of Lien van Rooyen of Clara Kleijmans, allemaal mooi bij elkaar gebracht. Dus het zou fantastisch zijn om te kunnen zeggen dat we binnen dit en 3 à 5 jaar terug kunnen grijpen naar deze film en dat de 7-koppige cast eigenlijk allemaal bekende acteurs zijn op dat moment. Ja, ja. Dat kan. Productiepetje en regisseurspetje, niet verwarren, als je dan de regisseur bezig ziet, is hij goed bezig? Ja, ik vind van wel, we kennen natuurlijk elkaar al een tijdje, dus ik heb hem ook al bezig gezien op een set. Het helpt wel om als producent ook enige regiecapaciteiten te hebben. En omgekeerd, dus bijvoorbeeld Michael, die ook wel toch wel een beetje een economische achtergrond heeft, weet ook wel wat productiegewijs kan en niet kan. Dus hij houdt er wel rekening mee om zijn regie soms een beetje aan te passen aan het productioneel. En die symbiose werkt eigenlijk vrij goed tussen ons tweeën. Hij is ook een stuk jonger dan ik, dus dat maakt natuurlijk ook wel dat je een zekere maturiteit met een beetje meer avontuurlijke goesting kunt mooi combineren en de ene uit de andere een beetje in balans. En dat werkt eigenlijk wel goed, vind ik, tot nu toe. Ik wil gewoon laten zien dat het ook anders kan. Maar je moet gewoon een beetje goed nadenken, denk ik, hoe dat je het beperkte budget dat je hebt correct kunt besteden. En het is en blijft een beetje een experiment in alle facetten. Dus we gaan wel zien of dat we gelijk hebben. En is dat niet zo, dan zullen we er op zijn minst uit geleerd hebben. En dat is dan weer interessant voor een volgende project. Die er uiteraard zit aan te komen. En kut. Alright. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.